Omdat een baby in de eerste maanden een natuurlijke zuigbehoefte heeft die je daarmee kunt bevredigen. En omdat het veiligheid en geborgenheid biedt. Ja, een vochtspen is wel goed voor een kindje, want het bevredigt de natuurlijke zuigbehoeften. Het is wel belangrijk dat de vochtspen gegeven wordt nadat een kindje gedronken heeft. Omdat het anders kan gebeuren dat een kindje te weinig gaat drinken omdat de zuigbehoefte al bevredigd is. In de eerste plaats op de vorm van het schildje. Het handigste is een vlindervormig schildje, want dat laat het neusje zoveel mogelijk vrij, zodat de baby ongestoord kan doorademen. Voor de rest is het belangrijk om te kijken naar het zuiggedeelte, het siliconen gedeelte. Daarin heb je twee vormen. Je hebt de natural en je hebt de dental. De natural, dat is een ronde vorm, die is goed geschikt voor kindjes die ook borstvoeding krijgen. En de dental, die stimuleert extra de ontwikkeling van de kaakspieren. Daarnaast heb je ook nog premature speentjes. Het zuiggedeelte en het schildje van deze speentjes is een stuk kleiner. Voor elk gebruik controleer je het siliconen zuiggedeelte door er even hard aan te trekken. Let erop of je scheurtjes ziet. Vervang een fopspeen elke 6 weken. Ik dacht altijd dat je dat kon doen door hem even in je eigen mond te stoppen en vervolgens weer te geven. Alleen het blijkt dat het in een volwassen mond dat er bacteriën aanwezig zijn die bij je baby caries kunnen veroorzaken. En daarom spoel ik hem eigenlijk sindsdien altijd af eerst even onder de kraan. Ja, overdag om het speentje schoon te houden bevestig ik het eigenlijk altijd aan de kleding van mijn kindje. En voor de avond heb ik eigenlijk een speciale speen die het bedje niet uitkomt. Een bedspeen zoals we dat thuis noemen. Het is belangrijk als je een fopspeentje in bed gebruikt dat je hem niet aan het bedje vastmaakt of aan het kindje. Want dat kan gevaarlijk zijn met het oog op verstikking. Er zijn speciale fopspeendoekjes die je aan het fopspeentje vast kunt maken. Daarnaast zijn er ook speciale glow-in-the-dark speentjes waarbij het speentje makkelijk in de nacht kan terugvinden. Ja, zorg dat je altijd een extra speentje in huis hebt. Want als de nood echt hoog is, is het handig om er eentje extra in huis te hebben.